Al jaren zijn bovennatuurlijke verhalen uit Indonesië een grote inspiratiebron voor enge films. Ja, denk bijvoorbeeld aan de film Mystics in Bali uit 1981, waar de meest uiteenlopende geestverschijningen voorbij komen. Of neem de Indonesische horrorfilm Pangabdi Setan uit 1980, vol met zombies, geesten en ander gespuis. Ja, en ook de potjong komt geregeld voor in Indonesische horror, al in de jaren 70. Zoals in Setan Kuburan uit 1975, waar een potjong rondhopt en de hoofdpersoon de stuipen op het lijf jaagt. Maar vooral in het begin van de 21ste eeuw begon de potjong populair te worden als filmmonster in de Indonesische horror. Ja, toen schoten de potjongfilms echt als ondode paddenstoelen uit de grond. Zo had je bijvoorbeeld... Potjong, Potjong 2, Potjong 3, The Real Potjong, Potjong vs. Kuntinalak, Unpad Puluhari Bangkitya Potjong, Potjong Setan Jumbo, Sukun Potjong, Potjong Ruma Anke, Potjong Nezot, Potjong The Origin en... Mumum. Maar niet alleen in horror dook de potjong op, ook in comedies was het een graag geziene gast. Denk aan Ada Appa Dengan Potjong, Bukan Potjong Biasa, Potjong Juga Potjong en natuurlijk niet te vergeten Tika Potjong Idiot. Dus terwijl de geest in Indonesische films heel veel verschijnt, komt hij eigenlijk nooit voor in, zeg, Amerikaanse films. Laat staan in Nederlandse films. En daar gaan wij verandering in brengen. Met onze korte film Potjong Dori brengen we de Indonesische geest naar Nederland. Wil je net als wij dat deze film ook gerealiseerd wordt? Ja, help ons dan met een donatie. En echt elk bedrag helpt. En je krijgt er leuke dingen voor terug. Dus ga naar headshot.nl/potjongdori en doneer. Alvast bedankt. Terima kasih. Wat hij zegt. Dankjewel. Wat? Dat is wat het betekent.